ben natuurlijk landelijk bezig om te kijken hoe we de politieinzet kunnen verhogen. Daar hebben we ook in het regeerakkoord geld voor gekregen. En ik heb daar natuurlijk ook zeker aandacht voor Amsterdam. En vandaar dat ik ook gekomen ben. Ja. Was er een directe aanleiding voor uw komst? Nou, in beginsel doe ik werkbezoeken door het hele land heen. En ik zou anders misschien over een paar weken naar Amsterdam zijn gekomen. Ik ben wel iets eerder gekomen, ook in het licht van dat ik toch ook wel geschokt was door de gebeurtenissen op Wittenburg. Even heel concreet, hoeveel geld heeft u gekregen om extra in te gaan zetten? Nou, we hebben in beginsel in ieder geval dit jaar al 100 miljoen. En straks 267 miljoen extra structureel. En dan ook nog eens vanaf nu een zogenaamd ondermijningsfonds van 100 miljoen. En dat is echt gericht op die criminaliteit waarbij misdadigers gewoon bruutweg in buurten zitten. Mensen liquideren voor huizen, drugshandel en dergelijke. En dat is 100 miljoen, is natuurlijk een bedrag waar we een heel eind mee kunnen. En dan hopen we dat ook beter te kunnen aanpakken. Ja, gaan jullie verdelen? Wanneer weten jullie hoeveel Amsterdam krijgt? Nou, dat gaan we denk ik de komende 4 maanden gaan we daar een heel eind te komen dat precies te concretiseren. De hoofdcommissaris wil 500 extra agenten. Gaat dat lukken? Nou, we gaan eerst eens gewoon met elkaar kijken waar zit de problematiek. We hebben er goede afspraken over gemaakt, ook om eens even heel goed in kaart te brengen waar precies de noden zitten en hoe we daar goed mee om kunnen gaan. En dan gaan we met elkaar om de tafel, niet alleen hier in Amsterdam, maar ook met de andere regio's kijken hoe verder. Ja. Okay. Maar jullie zaten aan tafel. Ik kan me voorstellen dat hij zijn oproep opnieuw heeft herhaald. Nou, je zit, als je zo aan tafel zit, dan zit je gewoon al veel verder concreet kijken naar de problemen en de oplossingen. En dan heb je het niet meer zo over de oproepen en dergelijke. Dan gaat het gewoon om hoe komen we verder.